Gang 5, het dessert. Onder de merengue hebben we verstopt. Rhabarber hebben we gegraat met rode wijnazijn. Een kompot van aardbei met zwarte peper. Geïmpregneerde aardbeidjes. En een crunch van gekarameliseerde witte chocolade. We beginnen met de rhabarber. Die hebben we vast in de marinade liggen. Daarin hebben we ook gegraat. Die gaan we eigenlijk in een driehoekje leggen. Drie stuks. Dan hebben we de geïmpregneerde aardbeidjes. Houdt eigenlijk in dat de aardbeidjes helemaal zijn volgezogen met een siroop. Die leggen we tussen de rhabarber in. In het midden gaan we vullen met de kompot van aardbei. De klassieke combinatie met de zwarte peper. Het heeft een mooie pikante smaak. Dan de crumble van witte chocolade. Die hebben we eigenlijk gebakken. Daardoor gaat hij een beetje karamelliseren en krijgt hij een licht bittere smaak. Die mag gewoon een beetje overheen gestrooid worden. En om het helemaal af te maken hebben we merengue gemaakt van aardbei. Heel luchtig en krokant. Dan gaan we eigenlijk het gerechtje eigenlijk helemaal onder verstoppen. Dan mag je mooi mee bedekken met de schotjes. Dit is het merengue dessert. Dit waren de 5 gerechten die we met u samen hebben gekookt. Wij vonden het heel leuk om te doen. Hopelijk u ook. En deel vooral via Facebook, Instagram en tag ons. Dan zien we je heel snel weer. Hopelijk.